ADO geeft zegen weg. De eenzame strijd van Robert Swinkels. Haagse marathonschaatser is bang voor kou. Een hele goede dag. We bieden op deze maandag een gevarieerd sportprogramma. Met natuurlijk om te beginnen het voetbal van het afgelopen weekeinde. Waar de koning van de gelijke spelen, ADO Den Haag, de punten opnieuw deelde. Dit keer met Roda JC. Het was een knotsgekke voetbalavond in het Kyocera Stadion. We praten daarover met de ADO-volger Herman Nanninga. Herman, als je in de 78e minuut op een 2-1 voorsprong komt tegen 10 man van Roda, ja, dan mag je die meer weggeven. Nee, dan mag je het helemaal niet meer uit handen geven. En dan doe je eigenlijk alles fout wat er in de voetbalboeken staat, de theoretische boeken. Wedstrijd op slot gooien, dan maar lelijk, alle ballen over de zijlijn rossen. Maar laat Roda alsjeblieft niet meer in de buurt van de goal komen. Nou, ADO Den Haag deed dat niet. Die had die lessen kennelijk niet geleerd. Ja, en dan sta je gewoon eigenlijk met lege handen, ondanks dat je dan met 2-2 gelijk speelt. Dan voelt het als een nederlaag. Nou ja, zo redeneerde Maurie Stijn, de trainer van ADO, na afloop ook een beetje. Nou, heel teleurgesteld. Heel teleurgesteld. Ik denk dat we geen op twee goede fases in de wedstrijd na niet onze beste wedstrijd van het seizoen hebben gespeeld. Maar het was ook lastig. Roda beperkte zich eigenlijk alleen maar tot verdedigen, zeker in die beginfase. Maar goed, je scoort en uiteindelijk bouw je dat je een halve minuut voor rust uit de standaard situatie de 1-1 om je oren krijgt. Dat roep je op jezelf af, omdat ik vond dat we slap verdedigden op dat moment. Nou, dan kom je uit de rust. Dan vind ik dat we goed beginnen. Dan komt die rode kaart, is het breekpunt. Dan is het even zoeken, want dan gaan zij nog meer verdedigen. Ja, dan kom je op 2-1. Nou, dan mag je hem in de eindfase natuurlijk nooit meer weggeven. En dan stop je zelfs de penalty en de rebound gaat erin. ADO-trainer Maurie Stijn, die ingreep vlak voor de wedstrijd tegen Roda JC door Rydel Poupon te passeren. Waarom deed hij dat? Hij heeft Poupon lang de hand boven het hoofd kunnen houden. Poupon heeft in 20 wedstrijden had hij 2 keer gescoord. In 19 eigenlijk voorafgaand aan deze wedstrijd. Dat is natuurlijk te weinig voor een scorende spits. Ja. Er werd altijd gezegd, Poupon werkt hard. Maar belangrijk voor de elftal werd er gezegd. Ja, precies. Nou ja, alles werd uit de kast gehaald om hem toch maar te laten spelen. Maar op een goed moment moet je een keer toegeven dat Poupon niet brengt wat hij zou moeten brengen. En dan moet je ingrijpen. En dat is altijd een lastig punt voor een trainer. Ja, je kan er niet te lang mee wachten, maar je kan hem ook niet te vroeg slachtofferen, want dan maak je hem misschien kapot. Ik denk dat het nu in wedstrijd nummer 20 van het seizoen het goede moment was om Poupon een keer buiten de basis te laten. En zal Van Duinen nu gedurende de komende weken de voorkeur krijgen, denk jij? Ja, ik denk dat als je deze weg inslaat, wat dat betreft is Stijn ook een man van de rechte lijn. Hij slaat een weg in en dan houdt hij dat in ieder geval wel een tijdje vol. Van Duinen denk ik gewoon inderdaad centraal in de spits. En dan Meijers, die start er nu als linksbuiten. Nou, ja. Of dat nou heel succesvol was, dat weet ik niet. Maar daar zal het wel op neerkomen de komende wedstrijden, denk ik. Het was een wedstrijd met de 2 rode kaarten. 1 voor Roda spits Malky, die is inmiddels geseponeerd. Ja. Volkomen logisch, want die jongen kon er niks aan doen. Hij zat met de veter vast. Ja. Wormegoor kreeg ook rood. Was dat terecht? Als je puur naar de letter van de wet kijkt, hij maakt hens in het eigen 16 meter gebied. Ja, dan moet je die rode kaart geven en die penalty geven. Aan de andere kant zegt Wormgoor, ik gooi me in de baan van het schot. En waar moet ik mijn armen dan laten? Na afloop grapten wij een beetje tegen Wormgoor van, eigenlijk ben jij misschien best wel een leuke keeper. Nou, dit was zijn reactie. Ja, we kunnen er grapjes over maken. Maar het was totaal niet mijn intentie om de bal, of in ieder geval de bal met mijn arm te raken. Of in ieder geval met mijn hand naar de bal te gaan. Dus ik vind het wel heel zuur. Want de bal kwam naar jouw arm toe? Ja, van zo'n afstand maak je volgens mij nooit opzettelijk eens. Dan ben je wel een wereldkeeper. Nee, maar ik hou expres ook nog mijn arm, de ene voor mijn lichaam, de andere gewoon naast mijn lichaam. Eigenlijk stijf naast mijn lichaam. En hij schiet tegen mijn hand aan. Dus volgens mij kan ik daar weinig aan doen. Vito Wormgoor kreeg dus rood tegen Roda JC. Want als je kijkt naar het andere voetbal van het afgelopen weekend, Twente, Feyenoord, Ajax winnen allemaal niet. PSV vooralsnog de lachende derde. En laat PSV nou de tegenstander zijn van ADO het komend weekend. Is daar wat te halen in Eindhoven? Nou ja, als je afgaat op de thuiswedstrijd hier in Den Haag. 6-1 overwinning voor PSV. ADO van het kastje naar de muur gestuurd. Dan zou je zeggen, niks te halen daar in Eindhoven. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook gezien dat PEC Zwolle wel in staat is tot een stunt tegen PSV. Dus ja. Het leuke is ook, de grote clubs verliezen van de kleine clubs. Ja. En alles kan in deze competitie, lijkt het. Dus waarom zou ADO uit in Eindhoven niet kunnen winnen? ADO speelt sowieso beter in uitwedstrijden. Dus, en een keertje niet gelijk spelen, dat zou ook wel eens prettig zijn, hè? 10 gelijke spelen in 20 wedstrijden. Ja. Goed, het is bijna 31 januari, komende donderdag. Dan sluit de transfermarkt. Verwacht jij nog wat in Den Haag?
Nou, ik verwacht eigenlijk helemaal niks. Ik heb net voor de uitzending nog even gesproken met Kees Driebergen, de directeur van ADO Den Haag. Nou, zakelijk is er helemaal niks. Hij zegt, de sneeuwbal moet ergens gegooid worden. Dan komt het hele spel op de wagen. Nou, het is eigenlijk overal stil bij de clubs. Het geld is er niet. Ik heb Maurice Stijn ook nog even gecontact over de eventuele verhuur van Mulders, die op proef was ergens in Thailand. Ook daar is het stil. En we kennen het credo. Eerst moeten de mensen weg. Dan pas komt er wel binnen. En ik denk dat het heel erg stil blijft tot en met de 31ste. Maar voor volgend seizoen zou ADO Den Haag zich graag willen versterken met Art van Peppe. Ja. Linksback van RKC Waalwijk. Is de nood hoog waar het gaat om de linksbackpositie bij ADO? Nee. Je kan zeggen dat de spoeling achterin wat dun is. Centraal gaat het wel. Maar aan de linkerkant heb je of Soepu Sepa of Aaron Meijers. Nou, Meijers, heb ik het idee, wil Stijn liever op het middenveld laten spelen. Dan heb je eigenlijk maar één echte linksback. En dan zou Van Peppe een aardige oplossing zijn. We hebben natuurlijk ook Maurice Stijn even geconfronteerd met de naam Art van Peppe. Ja, die volgen wij, ja. Heb je gesproken al? Ik heb met hem gesproken. En zoals ik wel met meer spelers gesproken heb. En eventueel een optie om volgend jaar naar ADO te halen. Nou, het is zo concreet zoals het is. Het is een optie. En ik heb geen nee gezegd. Ik heb nog geen ja gezegd tegen ze. En zo zit het in elkaar. Wat zou je deze winterperiode, de markt is nog een weekje open. Of een halve week eigenlijk. Of zou je van de zomer weg willen hier? Nee, ik wil gewoon sowieso dit seizoen niet afmaken. En ik wil gewoon zorgen dat RKC erin blijft. Omdat er nu is het zo goed gegaan tot nu toe. Dan zou heel zuur zijn als je dan nog afsluit op een manier waarop ik dat zeker niet wil. Nee, ik blijf gewoon tot de zomer hier en dan kijk ik vanzelf wat er om me afkomt en waar ik denk de mooiste mogelijkheden. Wanneer gaan jullie met hem onderhandelen? Weet ik niet, dat doe ik nooit. Wanneer gaat Kees met hem onderhandelen? Geen idee. Lekker dichtbij hè, voor je. Is niet ver, nee. Is om de hoek, ja. Art van Peppe heeft dus inmiddels een gesprek gehad met ADO Den Haag, waarschijnlijk vanaf komende zomer de ADO-speler. Zullen we het daar maar op houden? Ja, hij komt uit Delft. Hij zei het al, het is hier om de hoek. Ik denk dat hij wel wil. Hij zal er toch op vooruit gaan, denk ik. Ik denk dat ADO Den Haag net financieel iets meer te... ook. Ja, ja precies. ADO heeft meer te bieden dan RKC. Hij wil misschien weer eens wat dichter bij huis voetballen. Ik heb ook begrepen, het is een maatje van Tommy van der Leegte. Van der Leegte heeft mooie jaren gehad bij ADO Den Haag. Misschien heeft hij ook wel goede verhalen verteld. Laten we het erop houden dat Van Peppe gewoon volgend seizoen... In het geel-groen speelt. Goed zo. Nou, tot zover. Overigens zometeen nog meer aandacht voor ADO Den Haag dan een reportage met doelman Robert Swinkels, die tot en met aan het einde van het seizoen uit de relatie is. Ja. Herman Lanninga, wel bedankt weer. Tot de volgende keer. Voor de basketballers van ZZ Leiden stond er dit weekend de topper tegen landskampioen Eiffel Towers uit Den Bosch op het programma. Een rechtstreekse confrontatie om de koppositie in de Basketball League, waarin Leiden boven zichzelf uitsteeg. Leiden dat speelt zonder Arvin Slachter. Heeft het in het begin van de wedstrijd moeilijk, maar raakt voornamelijk in de derde en de vierde periode op stoom. Hier Cunningham en de 5 mei al Collect. In deze Ajax Feyenoord van het Nederlandse basketbal, Shatner. Zet daar eens een man voorbij, wordt een overtreding gemaakt en scoort ook nog eens een keer. Dat betekent dat hij nog een paar bonusvrije worpen krijgt. En daaruit wordt ook gescoord. Leiden loopt uit in de vierde periode, omdat Den Bosch slordig gaat spelen. Wordy de Jong hier met de steal. En uiteindelijk is het Kasper Averink met de simpele lay-up. En de Brabanders zijn verslagen. De Jong zet daar zomaar van Pasen van bij, of dat hij er niet staat. De Cunningham dan met de drie punten en opnieuw de score. De voorsprong is 10 punten. En Leiden kan de overwinning niet meer ontgaan. De Jong dan. Recht in de cirkel, Averink zoekt naar de vrije man. En die vindt hij hier. De cirkel in, scoren en de score opnieuw voor de ploeg van Helfteren. Die dus goed speelt. 10 punten met nog 5 minuten te gaan. En dan lijkt het een gewonnen wedstrijd voor de Leidse ploeg. De Jong. Opnieuw De Jong. En die loopt er wel heel makkelijk weg hoor. Zit er opnieuw weer in. 72-60. En zo zitten we in de slotfase van de wedstrijd waarin Den Bosch het heel lastig had. Check nu dan nog met 3 punten. En de 5 mei al ontploft. Leiden wint overtuigend van aartsvijand Den Bosch met 80-70. En doet uitstekende zaken. ZZ Leiden gaat nu gedeeld aan kop met Eiffel Towers. Beide hebben 36 punten uit 22 wedstrijden.
Tennissers Robin Haasen en Igor Seisling zijn na hun finale plaats bij het mannendubbelspel op de Australian Open flink gestegen op de wereldranglijst. Haasen steeg 109 plaatsen en is nu de nummer 43 op de dubbelranking. In het enkelspel zakten Haasen en Seisling nadat ze in de eerste ronde in Melbourne waren uitgeschakeld. Haasen staat daardoor 2 plaatsen lager en is 55ste. Hein Otterspeer uit Gouda heeft een bronzen medaille gewonnen op het WK Sprint. Otterspeer won zowel op de zaterdag als de zondag de 1000 meter in Salt Lake City. Otterspeers ploeggenoot Michel Mulder werd wereldkampioen. De korfballers van het Delftse Fortuna hebben de koppositie in de Korfbal League van PKC overgenomen. Fortuna won overtuigend van Detos met 40-20. Top uit Sassenheim komt steeds beter in haar ritme. Dankzij de 26-21 zegen op DVO heeft Top 5 punten behaald uit de laatste 3 duels en is nu 7e. Kiki Bertens heeft zich niet weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi van het WTA-toernooi in Parijs. De tennister uit Wateringen verloor in de 3e ronde van de kwalificaties. Bertens verloor in 3 sets van de Française Virginie Razzano. Ja, het zal je maar gebeuren. Je keept in het eerste van ADO, doet het goed, maar dan raak je geblesseerd en is de kans om eerste doelman te worden vervlogen. Robert Swinkels raakte geblesseerd aan zijn knie, dus moeten de inwoner van Wateringen maanden revalideren en zit zijn seizoen erop. Swinkels zat er doorheen en hield media af, maar voor Omroep West deed hij exclusief zijn verhaal. Toen ik daar lag, dan denk je van, dit is het, het is weer feest, dit is het weer. Dus ja, dat was wel heel zwaar. Ja, en alle emoties kwamen er ook gelijk uit. En ja, het was wel, hakte er wel in. Ja. Ik voelde me heel erg prettig en met Tommy en Vito voor me, denk ik, een goede samenwerking hadden ook. En dan in één keer ga je weer terug naar 10 minuutjes fietsen en... En 3 keer 10 herhalingen voor de spiegel door je knieën zakken. Dus ja, het is een groot contrast, ja. Nou, als je voor de spiegel staat en je doet je dingetje, dan denk je eigenlijk alsof je hersenen in je knie zitten, zeg maar. Dus je bent constant aan het voelen wat hij doet. Of je wat pijntjes voelt. En eigenlijk met elke beweging die je met je knie maakt, zonder dat gevoel dat het niet goed is, krijg je steeds meer vertrouwen erin. En daarom moet je gewoon, ja, daarom is het gewoon belangrijk dat je heel veel dingen doet en heel veel herhalingen doet. En zo bouw je weer langzaam vertrouwen op in het gewricht. Dus ja, eigenlijk ben je alleen maar bezig met die knie. Je linkerbeen voor. Nou, ik zie wel dat je een jasje uit hebt gedaan, zeg maar. Dus, als je weet hoeveel arbeid je erin hebt zitten en al die trainingsjaren. Hè, en als je dan ziet dat je in 2-3 weken na een operatie, dat je dan nog een stokje over hebt, zeg maar. En dat gaat hard, zeg maar. Maar goed, dat is even de prijs die je moet betalen om weer goed terug te komen. Zeker een stopgedacht, maar dat is, ik denk dat ook een normale afwegingen heb die in je hoofd, zeg maar. Omdat je in het begin zit je binnen op de bank en je kan eigenlijk niks. Dus dan ga je gaat daar van alles denken. Drijven, ja. Ja, ik wil gewoon weer fit worden en sterk terugkomen. Dat is mijn drijf, ja. Ik wil niet afsluiten met een blessure. Dus ik wil gewoon lekker fit terugkomen en weer laten zien wat ik de laatste weken voor mijn blessure heb laten zien. Nou, op die fiets zal ik nogal wat meters gaan maken. Het is nu vooral nog bewegen. Ja, straks ga je ook conditioneel natuurlijk je dingen opbouwen daar. En de fiets is nu even aan de ene kant je vriend, aan de andere kant is het ook een beetje je vijand. Doelman Robert Swinkels, hij knokt zich terug en gaat ervan uit dat hij zich vanaf volgend seizoen weer meldt bij het eerste van ADO. Ja, de dooi is definitief ingetreden. De schaatsen kunnen dus weer in het vet. Maar het NK op natuurijs hebben we toch maar mooi even meegepakt. Hagenaar Sandor Stuut was dit seizoen de meest constante marathonschaatser uit onze regio. De Hagenaar heeft alleen één probleem. Hij heeft nog nooit een wedstrijd gewonnen.
Ik rijd iedere wedstrijd voor een overwinning. En het is gewoon super lastig om tegen concurrenten te rijden die misschien net iets meer rust hebben of net iets meer de mogelijkheden hebben als dat wij hebben. Maar ja, goed, wat in het vat zit verzuurt niet en het gaat een keer komen. In de winter van 2010 werd Sander Stuut bij een wedstrijd in Zweden met bevriezingsverschijnselen van het ijs gehaald. De Hagenaar heeft daardoor angst gekregen, angst voor de kou. Een jaar later gebeurde dit in Oostenrijk. Ik raakte gewoon in paniek. Ik was serieus gewoon bang. Ja, nee, ik geloof je wel. Ik was echt gewoon bang. Voor mij kon ik op dat moment eigenlijk heel weinig zelf sturen. Dus je raakt, als het ware, raak je de controle over je lichaam kwijt. En dat is best eng. Heb je daar in het wedstrijd heb je daar ook wel nog last van gehad, hè? Ja, ik heb vooral de laatste keer Waaijszee was het kouder dan verwacht 's morgens. Ik merk dat ik meer dingen gecontroleerd wil hebben. Dus voor de wedstrijd, ik wil precies weten welke temperatuur het is, wat ik aan moet enzovoort. Nou ja, vorig jaar verkeek ik me dus een beetje op de kou. Ja, dan ontstaat die angst weer. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Ga je nadenken. En dat is funest voor mij. Zodra ik nadenk is de koers gelopen. Ik heb over het algemeen niet zo heel veel angsten gekend. En zeker in mijn schaatsloopbaan was het altijd, je gaat door. En ik was altijd gekenmerkt door iemand die best wel mijn pijngrenzen kon opzoeken en die de pijngrenzen kon overschrijden. En als je dan op een gegeven moment bij een pijngrens bent gekomen die je niet kan overschrijden, ja, dan wordt het angstig. Sander Stuut, hij haalde het einde van de wedstrijd uiteindelijk niet. Hij viel uit met materiaalpech. Deze week zijn de marathonschaatsers op de Oostenrijkse Weissensee. Daar wordt zaterdag de alternatieve Elfstedentocht gereden. In onze sportquiz is het antwoord van vorige week. Die ging over ADO-verdediger Kenneth Omeru. Hij doet met zijn land Nigeria mee aan de Afrika Cup. De vraag was hoeveel keer Omeru al was uitgekomen voor Nigeria. Ja, dat was toch echt pas één keer. En dat goede antwoord kregen we onder andere via de mail door van Charles Beiersbergen uit Den Haag. Hij krijgt 2 vrijkaarten voor ADO NAC op 9 februari aanstaande. Ja, die kaarten zijn ook te winnen in de vraag van deze week. Maar dan moet u wel het antwoord weten op de volgende vraag. Die gaat over schaatsen. Want vorig jaar hadden we langer en beter natuurijs. En was er in onze regio in Hoogmade een marathon over 200 kilometer. En wat is de naam van deze wedstrijd? Welke titel draagt de 200 kilometer in Hoogmade? Of beter, naar wie is deze wedstrijd vernoemd? Kijk nog eventjes naar deze mooie winterse plaatjes. Want wie weet hoe lang we hier weer op moeten wachten. Sportquiz@omroepwest.nl voor het juiste antwoord. En maak kans op 2 vrijkaarten voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van ADO tegen NAC Breda. Tot zover de sport voor nu. We zijn er zaterdag weer. Dan traditiegetrouw met de samenvattingen uit de topklasse bij de zaterdag amateurs. En het laatste sportnieuws is natuurlijk terug te vinden op onze site. Volgende week, maandag, zijn we er weer met dit programma. Voor nu bedankt voor het kijken en een prettige dag.